Hallo mensen en welkom bij een nieuwe video. We spelen weer in de tutorialwereld en ik heb twee dingen gedaan, twee kleine dingen die ik eigenlijk niet op video wil hebben. Dat is gewoon makkelijk om buiten scherm te doen. Ik heb de gaten gemaakt voor ramen, want ramen komen snel naar torches. En dan zijn torches niet meer nodig, ramen zijn ook mooier. En ik heb ook al het zand verzameld voor de ramen. Als je wil, kun je ook van die glass panes gebruiken, dus van die kleine glaasjes. Maar ik gebruik in het begin liever dit glas, het is het makkelijkst om te maken. En in het begin heb je andere dingen aan je hoofd dan je huis te maken. Overleven. Hier heb je eigenlijk altijd aan je hoofd, maar in het begin is dat het moeilijkst. Allemaal dingen. Ja, dat gaat zijn gang wel. Wat ik daarna altijd doe, is dit. Ik ga mijn eerste vorm maken. En nee, dat zijn geen dieren. Die hou ik gewoon altijd opzij, want die zijn altijd handig. Dat is altijd tarwe. Ik heb altijd tarwe als mijn eerste vorm, zodat ik dan altijd koeien of schapen meteen kan hebben. Liefst koeien. En daarna nog kippen. En varkens, als we nog iets speciaals tegenkomen waar wortelen, bieten of aardappelen in zitten. Dat is genoeg voor een ho. Farmen vind ik altijd al een leuk ding om te doen. In Minecraft, een van mijn favoriete bezigheden. En daarom maak ik altijd zo'n farm vroeg in het begin. En probeer ik zo weinig mogelijk dieren te killen. Oké, als er geen water in de buurt is, zei ik gewoon dat je rijtjes moet maken. Maar nu is er wel, dus we zetten gewoon een simpele vorm langs het water. Iets anders maken. Voilà. Kleine vorm langs het water. Ik kan er ook een hele moeilijke vorm. Ja, moeilijk. Ik kan het nog altijd zo doen. Dit eigenlijk veranderen in een vorm. Zodat ik hem weer kan planten. Maar dat is nu toch niet tot de orde. Want natuurlijk gaan we eerst verhuizen voordat we echt heftig gaan maken. Dit is maar het begin. Ja, dat is goed. En dan ga je natuurlijk iets verzamelen, want waar komt anders? Daar vandaan halen. Vind het raar dat je echt zaden vindt in een gras. Ja, er zitten natuurlijk wel zaadjes in gras, want ook gras moet zich uit planten. Maar dit is geen tarwe. De zaadjes in gras zijn toch voor gras te planten en toch niet voor tarwe te planten. Het is Minecraft is een rare wereld. Ja, heel raar. Ik zit ook gewoon gras te slaan. Als ik het nu met zo'n homo moest doen om gras te slaan, ja, dat kan wel. Maar ik zit gewoon met zaden gras te slaan. Is het geen echt waar? Ik ga eens gewoon een video maken. 10 dingen die niet kloppen aan Minecraft. Dan zijn we. Ja, ik kan heel veel dingen gaan doen, maar ja. Dus ja. Minecraft. Elke game klopt niet hoor. Zo is het gewoon. Zo is de game industrie gewoon. Ik heb honger. En dus gelukkig heb ik nog genoeg appels. Ja. Ja. Nee. Ik zit wel nog met een probleem. Hoe wil ik het mijnen filmen? Moet ik dat achter de schermen doen mijnen? Of moet ik dat echt doen als jullie erbij zijn? Laat dat achter in de reactie. Ik hoop dat ik tenminste één reactie krijg hierop. Anders weet ik niet wat ik moet doen. En als jullie daarna zeggen, doe het mijne niet op de schermen. En dan weet ik ook niet wat ik moet doen. Hè, want dan jullie niet reageren. Ja, laat gewoon achter de reacties van jullie het leukste. Mijne op de schermen of achter de schermen. Oh nee. Dat gaat moeilijk worden. Want ik neem mijn video's altijd op voorhand op. En dan kan ik pas een nieuwe opnemen als deze online is gekomen. Dan denk ik, misschien is het pas
Vandaag, op de dag dat ik dit opneem, komt de eerste van Minecraft tutorial online. Dat is raar, hè? Dus als jullie ooit dit filmpje kijken, weet dan dat op deze dag... Dat op deze dag ook de Minecraft tutorial is geüpload. Niet gemaakt, die is gisteren gemaakt. Als je van deze dag kijkt. Te veel uitleg. Je snapt wat ik bedoel. Toch nog één ding zeggen. Waarschijnlijk gaat je ook binnen 3 dagen een filmpje zien die ik gisteren heb opgenomen of zo. Maar terug naar het eerste wat ik wil zeggen. Als ik dan die reactie heb gekregen, ja, dan pas kan ik dat filmpje uploaden. Opnemen bedoel ik. Niet uploaden. Dus de derde komt heel laat online, denk ik. Veel later dan de 2 naar de 1 online komt. Nee, jij mocht nog niet meekomen. Oké, we hebben nu een redelijke terraform. En dan wordt het tijd om denk ik mijn eerste vorm te maken van dieren. En ik denk dat ik ook kippen ga doen, want ik had hier al een kippetje in de buurt gezien. En hier is ook een, daarom heb ik dit gekozen, dit is een mooie vlakte. Als jullie de eerste video hebben gezien voor deze, wat me ook een beetje logisch lijkt, dan weten jullie dat, waarom ik dat gekozen heb. Kuch. Ik moet nog nieuwe hekjes maken, want ik vind altijd een hel hekjes maken. Ik weet ook niet waarom, maar ik vind dat heel aan mijn hand om hekjes te maken. Ik weet niet of jullie het ook vinden. Je hebt daar zo stokken voor nodig en hout. Om voor stokken heb je ook hout nodig. Dus je hebt eigenlijk gewoon heel veel hout nodig om een heel ding te maken. En ik denk altijd, ja, ik heb genoeg hekjes. Maar uiteindelijk heb je nog altijd 2 hekjes tekort. 1 hekje tekort. Het is echt een hel, die hekjes. Nieuw hout gaan hakken. Nieuw hout. Ik denk dat het een beetje de vorm aflevering gaat worden. Hoe je vorms moet maken. Maar nog niet allemaal in het groot. Want als ik hier al alles ga maken, heeft het niet echt veel zin dat ik ga verhuizen. En ik wil verhuizen. Of tenminste toch een nieuw huis hebben. Maar als dat gewoon daar verderop is, ja, zo be it. Of ik kan het veranderen in het farmhuis. Zodat ik daar zo woon. Als ik wil farmen, dan blijf ik hier een paar dagen. Ja, dat lijkt me wel een leuk idee. Ja. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Oké, deze keer. Nu heb ik wel genoeg hekjes. Voor het af te maken. Dan heb ik nog wat meer hekjes om andere dingen af te maken. 1 ding vind ik wel heel spijtig. Waar op computer is, maar niet op PlayStation. En dat is dieren kweken het limiet. Op computer kun je zoveel dieren kweken als je wilt. En dan kijk je naar survivals en dan hebben die zo miljoenen dieren in 1 hok. Waar is die kip nu? Daar. Miljoenen dieren in 1 hok. En als wij meer dan... Ik zeg maar, als ze 13 dieren hebben gekweekt, dan zeggen ze al, nee, dat kan niet. Te veel dieren gekweekt. En dat is gewoon niet leuk, want dan kun je nooit zo'n hele grote dierenkwekerij hebben. Oké, op zoek naar de tweede kip. Oké. Tweede kip. Wacht, daar gedeeld heb ik hier nog niet ontdekt. Of wel? Dat is hier een swamp. Ik ken het Nederlandse woord niet. Ik ken het wel, maar ik kan beter Engels dan Nederlands. Want ik... Swamp, hoe heet dat? Ah ja, moeras. Daar is het. Ik heb dat vaak, dat ik iets in het Engels ken, maar niet in het Nederlands. Kip? Waar is een andere kip? Ik heb nog nooit een kip vermoord. En dan kan ik dat je maar 1 kip zit. Kan niet.
Hier is echt gewoon niks. Goeie, ja, all the way. Hier moet ik gewoon die kip vrij laten. Kan niet anders. Ik heb nog twee eieren. Laten we hopen op... dat. Dat daar een babykipje uitkomt. Waar is mijn huis? Oh nee, hè. Ik heb mijn kaart nog niet geopend. Als je Minecraft speelt, als je Minecraft wilt spelen, doe het dan zoals mij. Dan moet je je kaart altijd veel te laat openen. Zoals ik altijd doe. Ah, hier is het. Ik was niet eens 3, dus ik was niet eens 3 meter op mijn huis weg. Wat kan ik nog wel doen? Ah ja. Kijken of ik genoeg. Vlieg dat een babykip alsjeblieft. Yes, yes, yes. Nu moeten we gewoon nog wachten tot die groot worden. Dus we kunnen wel wat taarten verzamelen. En nu gaan we eten. En dan gaan we op zoek naar sugarcane. Want met sugarcane kun je papier. En met papier kun je weer met villagers ruilen. En dan word je weer rijk voor emeralds. En dan ja, ja, ja. Iedereen is blij. Dat is ook nog een tip van Cyril. Villagers zijn niet useless. Ze kunnen heel veel dingen doen. Ze zijn echt heel handig. En mensen gaan... Ja, maar... Oh yes, een villager, een pillager outpost. Daar gaan we nu nog niet naartoe. Misschien later wel. En daar is een kip. En hier ook. Echt waar, heb ik die gemist? Of wil Minecraft mij gewoon pesten? Oké, okay, sugarcane, 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 sugarcane. Daar is al meteen wat sugarcane. Suikerriet, 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 suikerriet. Voilà. Daar is wel een grote paddenstoel. We kunnen misschien in die paddenstoel gaan wonen. Zo'n huis daarin maken. Dat zou wel eens cool zijn. Wat ik ook wil is een villager. En die heet de woestijnman. En die kun je dan cactussen verkopen en zo. En zandstenen. Je kunt zandstenen bij die kopen. Want nu zijn cactusvorms een beetje... Behalve als je een grote cactus wilt maken die gemaakt is uit cactussen. En die cactussen ook weer kleine cactussen. Dan kun je een cactusvorm maken. Nu kun je ook een cactusvorm maken, want het heeft geen zin. Het heeft ook geen zin. Nu, ja, je kunt niet echt iets met cactus. Dat is, ja. Ik ga niet verder met cactus af te kraken. Ik ga fakkels in plaatsen, want ik snap niet waarom daglicht... Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar daglicht is nooit genoeg om mijn huis te verlichten. Ik moet altijd nog iets hebben om het extra te verlichten, en dat zijn fakkels. Met suiker. Waar zal ik thuis plaatsen? Suikerriet voor Jan en Piet. Plaats het in je tuin. Zo maak ik altijd mijn suikerriet voor het ongeveer. Dat is goed. En die geven aan de kippen. Eet smakelijk, kippen. Oké. Okay. Het is nacht aan het worden. En morgen ga ik een schapenvorm maken, want ik wil hier nog een bed plaatsen. Waarschijnlijk hebben jullie ook gezien in deze aflevering dat hier een bed komt. Ik word er helemaal wild van. Nee, kom aan. Het is toch nacht genoeg om te gaan slapen. Voilà, nu slapen. Ja, 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 ja. Waar ik ook een schapenvorm wil. Oké, dat had ik er blijkbaar al uitgepakt. Is zodat ik tapijten kan maken. En dan kan ik die corpus hierop zetten, zodat ik op die hekjes kan springen. Maar zij niet. Dat wist jullie waarschijnlijk al. Dat is gewoon keihandig. Hier komt dan mijn schapenvorm.
dacht dat ik hier maar alleen maar een kippenvorming maak. Maar nu ik besef dat ik dit als farmhuisje ga houden, ja. Dat is. Zo kun je ook een beetje de plezier in je Minecraft-wereld houden. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar na een week ben ik mijn Minecraft-wereld al beu. Als ik dan te veel speel op die wereld, dan word ik die helemaal beu. Dus niet te veel spelen op één wereld met elkaar. Heb ik toch, als je dat niet hebt, doe wat je wilt, maar ik heb dat. Ik word heel snel beu. En dan maak ik zo'n ding zoals een farmhuisje. En een normaal huisje. En een minershut. En een... Zo van die dingen. Om mij terug meer zin te krijgen in die survival. Om het nog 2 dagen langer uit te houden voor ik ermee stop. Echt die tijd die ik dan... Ja, echt prachtig. 9 hekjes zal wel niet genoeg zijn, zeker. Nee, sowieso niet. Het is wel 9 hekjes en 1 fence gate. Die fence gate die kan ook nog iets doen, hè. Die kan ook nog een blok in beslag nemen. Ja, eindelijk. Het is gemaakt. En nu gaan we de schapen lokken. Want nu zijn er overal kippen. Slacht. Slacht, slacht, slacht. Slacht, slacht, slacht. Dus hier is een schaap. Ik moet wel alleen maar de schapen mee hebben, dat kan het beste zijn. Als schaap, dan neem ik 7 zelf mee. Of ik lok het gewoon nu mee. Ja, heel goed. Die koe die slachten we daar wel. Kom, 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 kom. Yes, we hebben die koe kwijtgeraakt. We hebben hem afgeschud, jongens. Kunnen veilig naar de basis terugtrekken. Target KOE ligt nu ergens in een soort van put. Nee, we hebben het tweede target ook kwijtgeraakt. Okay. Target is nog altijd in het vizier. We brengen hem nu naar een nieuwe thuis. Door ben domme koppen te lokken met wat tarwe. Oh nee, een ding was daar. Echt waar, moet ik helemaal omlopen met die beesten. Kom, 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 kom. Hier. Voilà. En zo word je een succesvol boer. Ik heb ooit al eens een farm gehad van elk diersoort die je kon breeden. Kippen. Schapen. Koeien. Varkens. Konijnen. En paddenstoelkoeien. Heb ik nog iets vergeten? Misschien heb ik... Nee, ik heb denk ik niks vergeten. Ik vind het feit dat je geen wolven kunt breeden. Anders was ik rijk geweest. Wat is ons server waar ze allemaal dingen konden verkopen? En ik wil zo'n wolvenbreeder worden. Maar blijkbaar kunt u geen wolven breeden met vlees. Dus dat was echt ambetant. Dan kunt je wel als die getemd zijn, maar niet als ze ongetemd zijn. Maar als ik had getemd, dan konden ze het niet meer kopen. En dat was gewoon ambetant. Oké, nu moet die andere kip toch wel groot zijn, hè, hoop ik. Gewoon niet. Nee. Die kip kunnen we wel braden. Okay, ik kan al de ingang van de mijn maken. En hoe ik dat altijd doe, is ergens op zo'n plekje. Hop. Voilà. En dan doe ik altijd iets van bouwwerk. Veel meer hout nodig. Want ik maak altijd een mooie mijningang voor mijn mijn. Voor mijn mooie mijn. Zodat ik die nooit vergeet. Dat ik die nooit uit het oog verlies, dat ik die nooit kwijt ben. Oké. Okay. Zo
ongeveer genoeg hout. Een trapertje. En nog een slijpertje. Waar zijn die houten slijps? Hier. Waarschijnlijk was dat het eerste wat ik tegenkwam, maar ik heb dat gewoon niet gezien. Oké. Hoe gaan we dus die ingang nu fixen? Die moet daar. Die moet daar. Zou ik nog wat fakkels halen? Voor de... Ja. Dat is wel een redelijk mooie mijngang. Ik heb er al een mooie gemaakt. En die ga ik wegdoen. Dan kan ik hier fakkels plaatsen. Ja, spijtig. Misschien gaan we zo in doen. Hé, dit kan ook. Dit is mooi, dit is mooi. En dan pas ik hier fakkels aan de zijkant. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Oké, ik heb nog gelukkig nog wat kool. Eén is genoeg. Eén is genoeg. Yep. En dan die daar. En dan twee fakkels, s'il vous plaît. Want ik ben altijd al heel slecht in geweest. En nu gaan we de fakkels erop plaatsen. Tada. Tada. En nu hebben we een hele mooie mijn en gang. Ik heb geen slaps meer. Ik ga dat niet aan doen, ik moet nog iets maken. Ik nog iets. Slaps. Ik moet naar boven gaan, oké, daarvoor houden we slaps. Thanks voor slaps. Ik moest gewoon nog iets veranderen, omdat ik het wil. Prachtig. Nu is mijn leven compleet en de aflevering ook. Dus doei doei mensen. En ik zie jullie weer. In de volgende aflevering.